Beste mensen, daar ben ik weer. En vandaag, het is bijna een feestdag. 3 september is het 20 jaar geleden dat zeehond Hannes ontsnapt uit het dierenpark in Noordhorn. En op mijn YouTube-kanaal, daar staat een filmpje over Hannes. Dus hoe wij hem gevangen hebben, want het is een heel verhaal. Ik zal u in het kort vertellen wat we gedaan hebben. Zeehond Hannes is uit de dierentuin ontsnapt, over hekken heen, 500 meter over land. En toen is hij daar in een kanaal geploemst en toen nog weer in een rivier. En al die Duitsers erachteraan te vangen, toestanden. Ze waren met 10 man, 30 man en ze konden hem niet vangen. Hannes was zo slim, hij ontsnapte iedere keer. Nou, toen hadden ze mij ook gebeld. En ik zei, ja, ik wil wel meehelpen Hannes vangen, maar dan gaat hij vrij. Nou ja, nou, dat wilden ze niet, dus ze gingen nog eens doorvangen. En uiteindelijk, hij ontsnapte over de Duitse grens naar Nederland. Toen zat hij in de Vechten. En ja, nou, toen zagen ze ook wel, het lukt ons niet, hebben ze mij gebeld. En mijn voorwaarde was, jongens, ik doe het, maar dan gaat de zeehond ook weer vrij. Wij houden geen dieren in gevangenschap. En ja, nou, daar waren ze het mee eens. Dus wij erheen met een rotgang richting Dalsen. Wij waren daar bij de Vecht en je gelooft het niet. En dat zie je op het filmpje. We sprongen in het water en in 2 uur hadden we de zeehond gevangen. En al die Duitsers die stonden te wachten, want die denken van nu hebben we meneer hoor. We liepen iedereen voorbij, stopten hem in de wasband en we zeggen hij is nu van ons en hij gaat terug naar zee. En er was trouwens ook nog een Nederlander die zei, mooi metneemwicht, want ze hebben mijn fiets nog. Nou, goed, oké, wij met de zeehond naar Nederland. Maar toen begon de heisa, want toen zagen ze dat er ontzettend veel publiciteit kwam. Iedereen had het erover. Er gingen brieven naar de koningin van Duitsland, wilde hem weer terug, want het was publiciteit. Minister Veerman schreef mij een brief. Hij moest een wiedergang hebben naar Duitsland. Nou, dat moet je tegen ons zeggen. Wij willen het dier vrij. Maar het was een toestand. Opstand in Duitsland. Kinderen gingen in actie met borden van Hannes moet vrij. Je ziet, vrijheid maakt iedereen blij. En dit is gewonnen. Dit was een spreuk die bedacht werd voor een 5 mei bijeenkomst. Voor in heel Nederland voor de bevrijding. Nou, daar werd Hannes zelfs voor gebruikt. Maar goed, hij was dus in Pieterbuur. Het ging goed, we hadden hem al bijna op gewicht en alles. Maar hoe krijg je hem dan vrij? Want iedereen bemoeide zich ermee. Ik mocht hem niet zelf vrijlaten. Dat mocht niet. Nou, wat heb ik toegedaan? Dat zeg ik nu gewoon eerlijk. Ik kreeg contacten met het Dierenbevrijdingsfront. En we hadden eerst een geheime bijeenkomst in Amsterdam. En toen nog één in Hogeveen. Maar we moesten ieder een deur in en niemand mocht ons zien. En we wisten precies op welke dag het ging. Wij hadden er een wasmand klaargezet met een pluche zeehond erin. En op een avond, ik was terug naar huis. Iedereen wist waar ik was, want anders ja, dan had ik geen alibi. En zo werd de zeehond ontvoerd. En hij werd weer vrijgelaten in de Waddenzee. Het was ook nog een lichtjesavond of zo. Het was ook nog feest, dus hij is vrijgelaten. En ja, toen kwam het in actie. De politie erbij. Ze gingen vingerafdrukken van het pluche zeehondje proberen te halen. En wij zeiden, ja, misschien is hij al wel terug in Duitsland. En wat hebben we een stuk afgelogen. En toen kregen we op het laatst kregen we een fotootje, een kaart. Een ansichtkaart uit Duitsland. En er stond op, vele groeten van Hannes. En weet je wat nou het mooiste is? Hannes is 20 jaar geleden, dus Hannes kan nog leven. En de zeehond, we hebben een keer een zeehond gehad in Zeeland, die was 40 jaar. Dus Hannes die is gewoon vrij. En we hebben het gewoon stiekem gedaan. En iedereen geloofde natuurlijk dat er wat gebeurd was. Maar echt waar, vrijheid maakt iedereen blij. En ook Hannes.